En zo mistig als toen, maar zo helder als het vandaag is. Dus ik ben maar heel blij dat ik dit heb gedaan. Dus zij is hier en wij zijn weer wakker. We gaan zo meteen lekker ergens op buiten. Niet in het hotel, ergens anders. Times Square is een ontbijtdingetje waar je los op kan eten. En vandaag gaan we weer naar huis en dat vind ik wel echt super jammer. Verschrikkelijk eigenlijk, ook wel een beetje verdrietig, want ik wil eigenlijk niet naar huis. Maar ik denk dat ik hier toch nog wel naartoe ga als Claire hier is. Lekker mijn kleren op stap. En de dingen doen die ik nu niet kon doen. Wat ik vandaag sowieso nog even wil doen is naar de Empire State Building. Dus dat ga ik doen. Ik had ook vet graag naar een Amerikaanse supermarkt gewild met allemaal Amerikaanse dingen. Maar dat is er ook niet helemaal van gekomen. Het enige wat ik heb. Dat zijn mijn liefde peanut butter cups. Ik ga me wel even een beetje opfrissen. En mijn koffer inpakken. En vandaag slaan we de hele nacht over, dus dat is wel een beetje gek. Dus dat wordt wat met de jetlag. Maar ik denk, ga ik morgen gewoon lekker gaan slapen als ik thuis kom. Dat interesseert me dan niet. Oké. Inpakken. Nou, wij gaan lekker eten. We hebben allemaal koffie en souvenir pancakes. En dat roerbak-ei en bacon. Ik zie hier een hamburger liggen. Super lekker en altijd cornflakes. Oké, ik sta nu in mijn eentje. Ik ga de Empire State Building in. De rest vindt het allemaal ja, een beetje zonde van het geld, omdat we natuurlijk al een keertje zijn geweest. Maar ik vind dat als je in New York bent, moet je dat gewoon een keer echt hebben gezien. Dus nu ga ik even alleen. Ik wil echt mooie foto's maken en ik wil even gewoon filmen. En die ervaring hebben van hoe het is om op de top te staan en over al die gebouwen uit te kijken. Ik moet wel weer eerst door de check. Dus moet ik alles weer uitdoen. En dan word je weer gefouilleerd. Dat gebeurt hier echt zo gemiddeld 20 keer per dag als je en van die toeristische dingen wil. Vandaag is super mooi weer, helemaal helder. Dus er zal wel een hele lange rij staan met de tickets. Maar ik heb er al één. En ik ga naar boven. Hier staat wel een kleine rij, maar het is nog steeds niet. Mijn oom dacht misschien dat ik wel een uur in de rij zou moeten staan. Maar dat valt allemaal wel reuze mee. Maar eigenlijk wel belachelijk dat je $37 betaalt. Om misschien 20 minuten vanaf de top te kijken. Maar ja, goed. Het is één toeristische attractie. En ik wil het wel gezien hebben. We gaan naar buiten. Het is echt bizar joh. Zo hoog. 86e verdieping nu. En zo mistig als toen, maar zo helder als het vandaag is. Dus ik ben maar heel blij dat ik dit heb gedaan. Ik geloof dat ik echt een uur hier rondgelopen of zo, maar ik vind het zo belachelijk mooi. Ik kan hier echt de hele dag naar blijven kijken. Maar nu ga ik weer naar beneden. Want er wordt ook nog om me gewacht. En we willen ook nog ergens heen. Ik weet niet precies waarheen, maar ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. En ik denk dat ik ook wel toffe foto's eruit heb kunnen halen. Even kijken waar ik nou heen. Weer terug denk ik. Thank you, exit. Oké, top. We gaan naar Bloemendeels. Chicste paradijs, moet je zien. Rolflaren. Oh joh. Hallo. Ik vind deze vloer altijd zo leuk. Vroeger vond ik dit echt verschrikkelijk. Ja, die zag ik. Ik ben helemaal van de wals. We hebben net in een taxi gezeten. Ik dacht dat ik drie keer moest kotsen. En we hadden bijna drie complete aanrijdingen. En ik zat te vloeken in die auto in het Nederlands. Mami zat me aan te stokten. Maar ja, ik snap dat ze hier niet allemaal rijden zoals ze rijden tijdens stafrijden. Maar holy fucking crap.
Ja, Louis Vuitton, of niet. Oké. En Anna zegt, Hans, je kunt die shoppen till je drop. Nou, ik kan hier niet eens iets betalen. Ik zou het wel willen. Maar wel leuk om er even te zijn. Ja, dat is zeker waar. Ik zag net een leuk shirtje. Hij was €350. Oh, ja. Beetje buiten mijn budget. We hebben net wel een heel lekker geurtje gerookt van Sisley. Mijn moeder had daar een monstertje van. Die hebben we net opgespoten, die is zo lekker. Maar ik denk dat ik die, want die kun je ook gewoon in Nederland kopen. Dus dan koop ik hem liever daar en dan koop ik liever hier dingen die je niet zo snel in Nederland kan vinden. Ik zou nog wel graag een leuke trui willen ofzo. Maar we gaan straks naar het hotel weer terug. Gaan we uitchecken en dan gaan we nog heel veel Times Square op. Maar het is wel tof om gewoon inderdaad in dit soort warenhuizen gewoon even geweest te zijn. Zo, wij zijn weer in het hotel. We gaan over de koffies pakken, gaan we uitchecken. Steentje. En ik moet wel even mijn camera aandraaien, want hij is al wel los aan het draaien. Prachtig. Zo charmant. Wel jammer, want je hebt hier dus ook een rooftop. Maar die hebben we dus niet gezien. En dan kunnen we daar niet op. Wij wel. Ja, jullie wel, ja. En dan kun je pas vanaf 4 uur 's middags op en om 3 uur. Wij moeten er ook uit. Hij moet wel. Thank you. Onze hotelkamertje. We gaan alweer. Hallo. Hallo. Ook wel net zeg. Ik nou de bedek. Wij. Koffers pakken. Even naar de wc. Laatste dingen doen. En dan de stad in. Andere kousjes aan. Ga je kousen aan doen? Sneakers gekocht en ik ben er echt super blij mee. Ze zijn lekker long, maar dan wel met een lintje. Is die open? Oh, je hebt een Courtney. Hoe vet. Oh, super leuk, ja. Heel gezellig sfeertje hangt hier ook. Dus we lopen allemaal met rugzakjes van Skechers. Skechers. We zijn nog een beetje aan het dwalen. We hebben net die cocktail op. In ieder geval, ik heb hem niet helemaal opgekregen, want hij was echt mega groot. Maar we hebben nog een uurtje de tijd. Dit is trouwens heel normaal. Er wordt hier volle bak getoeterd altijd. Maar er werd ook gezegd dat er heel veel sirenes zouden zijn. Dat vind ik nog wel meevallen eigenlijk. Maar goed, we hebben nog een uurtje en dan moeten we weer richting het vliegveld. Maar ik mis wel Pip, dus ik ben wel heel blij dat... Dat ik nou gewoon weet dat ik morgen Pip weer ga zien. Maar ik probeer nou nog wel heel bewust te zijn van het feit dat ik hier ben. En van al die hoge gebouwen iedere keer nog steeds omhoog kijkend. Dat went gewoon niet. Die drukte went op zich nog wel, maar die gebouwen, het went niet. Nou, wij staan op een hele bijzondere roltrap. Maar we zijn voor de afwisseling weer eens een keer in... hoe heet het nou? Macy's. Ik wilde eigenlijk nog heel graag een soort van hoodie of trui. We gaan even kijken of we iets kunnen scoren. Vind ik wel leuk. En zo niet, dan niet. En daarna wandelen we weer terug naar het hotel. Update, we staan alweer op de trap naar beneden. We hebben geen trui kunnen vinden. Het waren alleen maar jurkjes. Maar we werden van ons naar haar gestuurd. Ik ben er klaar mee. Ga maar. Maar geen trui. Je kunt ook genoeg trui in Nederland halen met New York erop of dergelijke. Wow, deze roltrap is wel een beetje eng om op te stappen. Het lijkt wel alsof ik in een attractiepark ben op deze roltrap. En de zon schijnt, super lekker. Ik kan me gewoon nog niet. Ja. Twee. Dit is 3, 4, 5. Volgens mij moeten we nog 2 lager. 2 of 1. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat als we straks in Nederland aankomen, dat het daar gevoelsmatig -17 is. Ik kan me daar ook nog niet helemaal op voorbereiden eigenlijk. Hey, we zijn op beeld. Helemaal links in de hoek. Zijn we toch nog even op Times Square geweest? Hallo.
En wij kunnen tenminste zeggen dat we op bord zijn geweest nou. En nu zitten we heel even lekker op het terrasje. Ik heb nog een trui gekocht bij het Hard Rock Café. Ik wist dus niet, maar het schijnt dus dat die truien best wel zeldzaam zijn. En dat je die alleen kunt kopen in de stad waar die zit. Dus deze New York Hard Rock Café trui kan je nergens anders kopen, ook niet online. En ik had hem al gezien en ik vond hem al heel erg mooi. En toen dacht ik, oh, nou moet ik hem wel echt hebben. Want nou is hij ook nog eens een keer ja, heel speciaal. Dus die heb ik meegenomen en ik wilde heel graag een trui vanuit New York. Vind ik gewoon leuk. Plus het feit dat het in Nederland best wel koud is en ook lekker is om aan te trekken in het vliegtuig. Een kwartiertje en dan gaan we naar het hotel en dan komt de taxi ons wel weer ophalen. En dan zit de vakantie van mijn dromen er alweer op. Every Times Square, I'm gonna miss you. Maar ik kom sowieso terug. Dag, stad van mijn dromen. We lopen al vooruit. We gaan richting het hotel. En richting het vliegveld. Oh. Bizar. Bizar. Toch een heel gek idee dat je dan ook weer weggaat. Het was wel heel bijzonder. Ja. Ik hoop dat ik een beetje kan slapen in het vliegtuig. Nou, we staan hier met al onze koffers. De taxi is er. Dus we gaan naar de taxi onderweg naar het vliegveld. Maar dit was trouwens wel echt een schitterend hotel. Wat rook naar rituals overal. Top. En lekkere stoelen. En we zijn op het vliegveld, alleen we zijn veel te vroeg, want we kunnen namelijk nog niet eens inchecken. De vorige keer hadden we zo lang zeg maar gedaan over vanaf het vliegveld naar het hotel, dat we nu een beetje op tijd zijn gegaan. Maar we gaan even kijken of we kunnen inchecken, we moeten ook nog eten en dergelijke. Liever te vroeg dan te laat bij een vliegtuig. Oh, dit gaat niet goed, ik heb twee koffers, ik ga stoppen. Hier ook gewoon M&M's met pindakaas. Kijk, ik weet natuurlijk wel, in die M&M store hadden ze dat ook. Maar hier gewoon op het vliegveld ook. En dit lijkt me dus helemaal niet lekker, maar ik ben ook niet echt van de combinatie chocola met mint. Maar de zak is wel mooi, omdat hij gekleurd is. Maar goed, ik wilde eigenlijk iets lekkers halen voor in het vliegtuig. Het is allemaal belachelijk duur. Hoe duur kost zo'n zakje? Hier. Oh, $9. Nou, vind ik echt te gek voor woorden. Dan maar niet. Nou, we hebben net super smerig gegeten bij de McDonald's. En toen liepen we naar de plek waar we gaan borden. En toen liepen we bij een Shake Shack, terwijl we allemaal hartstikke vol zitten. Dat is nou even een dompertje van de vakantie. Dat we nou niet de laatste keer bij de Shake Shack hebben gegeten. En de cheese fries. Ik heb dat trouwens helemaal niet gevlogd, bedenk ik me nu. Maar in ieder geval, we hebben bij Shake Shack gegeten. En als je in New York bent, moet je dat doen en moet je voor cheese fries kiezen. Dat was de enige opdracht die ik heb meegekregen vanuit Claire. En die geef ik ook mee voor iedereen van mijn kijkers die naar New York gaat. Want het is de beste friet die je ooit gaat proeven. Überhaupt alle friet in New York was wel heel erg lekker. Maar goed, wij zijn aan het wachten totdat we het vliegtuig in mogen. We moeten wel nog heel even plassen. Doe dat maar, meisje. Amsterdam is leuk. We hebben net geboord en we kregen een ticket. En op die ticket stond je... Uw plaatsen worden nog aangewezen, dus we hebben nou echt geen idee waar we zitten. We hadden nog stiekem hoop op dat we misschien business class mochten terugvliegen. Ik wil zo graag een keertje business class vliegen en ik wilde ik hem upgraden, maar het kost €6.000 of in ieder geval een retourtje. Dus ik dacht dat ga ik niet doen. Dus geen business class voor jullie. Maar mama die heeft net verstaan, of in ieder geval dat denkt ze. Ik heb niet goed verstaan misschien. Maar ik hoop het wel. Dat ze extra beenruimte heeft. Maar als jij extra beenruimte hebt en ik zit naast jou, heb ik dat natuurlijk ook. En tegen mij is niks gezegd. En jij kan naar veel andere kanten. Misschien zitten we wel met een nooduitgang. Er is ook extra beenruimte. Nou ja, goed. Maar dan moet je wel voor mensen zorgen of zo. Ik heb geen idee, we zien het wel. Dan moet dan ook aan je gevraagd worden of je dat wil. Ja, daarom zei ik ja. Hey, jij zei gewoon oké op het hele verhaal. Ja, ik zei ja.
Oh, nou, we gaan het nu zien. Nou, en het eindresultaat is dat we extra veel beenruimte hebben. Alle twee zitten alleen niet naast elkaar. Hans en José die zitten helemaal achteraan. Maar misschien dat we tijdens de vlucht nog een keertje gaan wisselen. Wow, yo. Nou, bijna business class, bijna. Zo, we zijn inmiddels wel eventjes aan het vliegen. Een half uurtje ongeveer. En ik heb lekker mijn schoenen uitgedaan, aangezien ik toch genoeg beenruimte heb. Ik heb hier een extra tafeltje. En dan ga ik lekker de Linda oplezen. En hopen dat de vlucht snel voorbij gaat. Maar het valt gelukkig nog wel mee met hoe ik ben. Ik ben benieuwd in hoeverre jullie me eigenlijk kunnen verstaan. En ik kom er dus net achter. Ik had dus nog van die chocoladecups meegenomen. Maar die zitten dus boven de koffer. Maar ik heb geen zin om die eruit te halen. Dus kijk nog wel. Oh, dat is echt lekker joh. Lekker zonder schoenen. Eten is er een salade met kip. Wat wel heel lekker uit. Je moet zeggen een bolletje. Volgens mij wat komkommer en wortel. Toosjes, een toetje en vers fruit. Dus ik ga lekker eten. Best wel oké geregeld eigenlijk allemaal.